Zonneborg heeft tal van mooie plekken. Eigenlijk strijden alle zalen om voorrang. Maar voor mij is de Meridiaanzaal, waar we nu zijn, toch wel ja, een plek waar ik enorm stil genoegen heb, om het maar zo te zeggen. Meridiaan, dat is deze lijn. De Meridiaan is een perfecte Noord-Zuidlijn. Dat is van pool naar pool. En aan de hand daarvan kan je de tijd meten. Dat gebeurde vroeger met zonnewijzers. Het is jammer dat de zon niet schijnt. Maar als de zon zou schijnen, dan zou die daar langskomen. Dan zie je hem daar passeren. En om het nou simpel te zeggen, op het moment dat de zon die lijn passeert, is het 12 uur. Dus in Utrecht hebben we ook een andere tijd dan elders. Dat kan je hier zien. De Utrechtse tijd, het is nu 9:55. En de werkelijke tijd is dan een heel andere. De sterrenkunde heeft ook altijd, en dat geldt ook voor de weerkunde, iets heel ambachtelijks gehad. Zeker vroeger. En dit is het universaal instrument van Repsold uit 1844. Daar kon je de plaats mee bepalen op aarde. Het werd gebruikt voor landmetingen. De fascinatie dat mensen dit gemaakt hebben, ontworpen hebben, bedacht hebben, ontwikkeld hebben. Want er zijn allerlei apparaten aan vooraf gegaan natuurlijk. En sindsdien weer andere apparaten. En de schoonheid daarvan ook. Ja. Dus ik denk altijd, loop je af en toe langs en denk je, ja, mooi.